Hey mensen, dit is weer een nieuwe roleplay-serie. Het is Train Sam. En we gaan beginnen met de video Metropolis. Dan kunnen we een trein kiezen. Na deze in de reacties van deze video kun je zeggen of je liever een stoomtrein wilt of een elektrische trein. En ja, deze is laatst nieuw gekomen. Daarvoor kwam deze ook al. En vandaag ga ik met deze trein rijden. Jullie hebben de trein gezien. Het is een stoomtrein. Hij is redelijk snel. Dus ik moet oppassen dat het niet te glad is op de rails. Maar stomme Donald Trump. Dan komt Donald Trump in. Donald Stomp. Donald Stomp. Donald Stomp. Donald Stomp. Donald Poortestomp. 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 Waarom span ik altijd niet bij het station? Daar snap ik er niks van. Ik moet nu remmen om niet door het station te glijden, geloof ik. Ik ga het niet, hè. Als iemand dat kan verstaan, dan ben ik blij. Ik ga trouwens inside gaan zitten. Oh, jullie kunnen de besturing niet helemaal als het beste zien. Sorry daarvoor. Oh, mijn bus. Waar dan mijn tablet tegen staat. Die schuift een beetje weg. Normaal staat mijn tablet tegen de voorste wielen. Tegen de voorste wielen, ja. Tegen de voorkant. En nu heb ik hem dus tegen de achterkant gezet. En dat gaat iets beter. Het wordt weer 10 minuten geduurd. Je kunt ook mijn miles per hour zien. Zo'n toeter heeft de mallard ook. En zo'n bel heeft die ook. Elke video start ik mijn andere trein. Tenzij jullie kiezen voor dezelfde trein. Maar bij de volgende video ga ik ook vragen om hem of nee, zet ik bij de eerste of als tweede reactie van of bij jullie dus dezelfde trein nog eens willen zien rijden, maar vanaf de derde en ja, vanaf de derde minuut doe ik vanaf de inside op de trein. De inside of the train. Oh ja, als we in een tunnel gaan, dan gaat hij automatisch naar die camera.
het blad. Top speed is... het staat op miles per hour. Maar er staat 154,5 kilometer hard. Oké. Wow, de gas precies snel. Hij rijdt 100 kilometer per uur. Of nee? 100 miles per hour. 100 miles per hour. Is that hard or not? Say it in the comments. Dan moet je niet in de reacties zetten natuurlijk. Of dat jullie het hard vinden. Maar... oh, wat gebeurt er? En schakelt de camera af. Ik rijd echt heel hard. Maar soms kan de camera wel heel hard buggen. Maar remmen. Jullie zien de stang daar. Dat is stil, stil is. Maar... oh my flipping god. Ik moet achteruit rijden. Oh, rustig achteruit rijden. Treintje. Ik ga het station in rollen. Oh. Oh, ik mag nog wel naar achter. Waarom heb ik geen andere rolweg gepakt? Dan... maar in elke... jullie mogen ook zeggen dat jullie hetzelfde landschap willen. Trouwens, kijk hè. Lichten aan. Weer veranderen. Super slecht. Super bad. Super slecht bad. Ik heb eens. I have a super slecht bed. Super slecht bed. Oh, nu 3 minuutjes kan ik doen. Nu 3 minuutjes. Elke dag in het echt film ik 1 video hiervan. Dus elke dag kijk ik ook eigenlijk naar mijn YouTube kanaal. Eén keertje. Ik vind het altijd vet om die koppelstijlen zo te zien bewegen. Maar nu lijkt het alsof ik naar achter aan het gassen ben, maar dat is gewoon omdat ik super hard aan het gassen ben. Hoe hard rijd ik nu? 33 km per uur. Elke miles per hour. Ik moet het Engelse. De Engelse vertaling. Of wel. Bijna. Alles wordt uitgedeeld. Ik moet trouwens letten op als er een station komt. We krijgen niet zozeer punten voor, maar gewoon te snel kan bij elk station. Ik heb de station in lassen. Ik wil iets harder rijden. Want dat is een beetje traag, zo 33 miles per hour. Dus even denken. De tijd van vandaag is bijna gedaan. Nog harder, jongen. Kun je niet sneller? Natuurlijk kun je sneller. Jeetje, mina. Rij sneller. Trage slak. Stupid train. Trouwens, zelfs moet ik wel
tussen de ramen. Oh, het is al meer dan 10 minuten. Wat? Ik moet ook precies gaan eten. Oh, hoe lang zit ik door te schuiven? Zie je, het staat op het middelste. Dus alles is grijs. Dus ik ga niet door. Dus zie je ook aan die koppel staan. Misschien. Als ik stilsta, want ik moet ook eten. Hoppa. Kan ik de game gaan afsluiten? Heb je al genoten?